Volg al onze wedstrijden en het laatste nieuws via Roda Raalte TV. Van de eerste tot de allerlaatste minuut. Met spanning en ontlading. Roda Raalte TV wordt mede mogelijk gemaakt door Azerti Computers en Elektronica. Ja,
En na de wedstrijd Roderalt tegen Orion praten we even naar met Don van Rossum. En dan is mijn vraag, Don, hoe heb je de wedstrijd beleefd? Ik vond dat we de eerste helft beter waren dan tegenstander. We hadden niet verwacht dat ze zo hoog druk zouden zetten. Dus we moesten wel wat omschakelen, maar dat deden we verder goed. Ik denk dat we de juiste dingen deden op de juiste momenten en van daaruit goed konden voetballen. En daardoor ook kansen creëren en verder niet zoveel weghalen. Nee, dat klopt helemaal, want kansen zijn er genoeg geweest voor Roda. Ja, dat klopt. In de eerste helft zeker. In de tweede helft werd het wel wat lastig. Het veld werd groot. Zij krijgen een paar goede kansen. Ja, wij ook één hele grote, die misschien of die er eigenlijk gewoon in moet. Maar goed, moet ik zeggen, zij hebben ook twee goede kansen nog gehad in de tweede helft die Frans goed pakt. Ja, en dan even over jou, want dit jaar is het voor jou het eerste jaar dat je in Roda 1 voetbalt. Bevalt dat? Ja, nou, het is niet helemaal het eerste jaar, maar wel het eerste jaar dat ik fit ben en veel aan het spelen toe kom tot nu toe. En daarvoor zaten de blessures een beetje tegen en iedere keer er wel tegenaan niet. En nu gaat de goede kant op, dus dat is wel mooi. En ik heb jou nog een paar heel goede reddingen zien doen. Ja, dat is wel, dat vind ik wel lekker. Daar hou ik wel van. Een paar goede overtredingen of een sliding. Ja. Nou, even nog over de wedstrijd. Hebben we nou 2 punten verloren of hebben we 1 punt gewonnen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk wel dat we toch wel 2 punten hebben verloren. Maar het belangrijkste is dat je in ieder geval niet verliest. En het is zonde, maar je verliest hem niet. Volgende week gaan we met z'n allen naar Gent. Om daar tegen de Bedaven te spelen. Wat verwacht je daarvan? Ik verwacht wel een goede tegenstander. Ze zijn natuurlijk gedegradeerd vorig jaar. Ik denk dat het weer een voetballende wedstrijd wordt. Ik hoop niet dat ze helemaal gaan inzakken. Ik hoop dat ze er gewoon een leuke voetballende wedstrijd van maken. Wat we de afgelopen week eigenlijk ook hebben gehad. Ook tegen Twello en nu weer. En hoop ik volgende week ook weer op. En de supporters van Roderalte die praten allemaal over de kampioenschap dit jaar. Want dit jaar moest het gebeuren. Na dit gelijke spel wordt het denk ik toch wel wat moeilijk. Want volgens de laatste berichten heeft BVC 12 heeft vandaag ook weer gewonnen. Dus dat wordt ook nog een geduchte concurrent. Ja, dat klopt. Ik denk dat BVC ook beter is dan Orion. Maar wij moeten gewoon zorgen dat we niet verliezen. En de druk erop blijven houden. Dat is het enige wat we kunnen doen. Ja, we hadden vandaag dichterbij kunnen komen. Nou, Orion heeft nog een inhaalwedstrijd. Wij hebben er vandaag alles aan gedaan om 3 punten te behalen. Dat is net niet gelukt. Dat is jammer, maar... Nou ja, als je die instelling doorzet, dan denk ik wel dat we toch nog wel heel hoog moeten kunnen eindigen. Ja, we gaan ons best doen om nog kampioen te worden. Dat is zeker. Nou, ik hou je eraan. Bedankt. Ja, ook bedankt. Roda Raalte TV wordt mede mogelijk gemaakt door Azerti, Computers en Elektronica.